Ik denk dat ik een jaartje of 12 was, misschien iets jonger. Ik denk 10. En toen ben ik voor het eerst naar de film gegaan met mijn opa. En de eerste film die ik toen keek was Amsterdam. Met in de hoofdrol Huub Stapel. En ik weet nog wel dat die film was natuurlijk eigenlijk voor 16 jaar ouder. En ik was dus met mijn 12 jaar net een jong. En dat ik het ook eigenlijk niet helemaal aankon, die film. Uiteindelijk was het natuurlijk wel echt een magische ervaring. Ook om dat samen met mijn opa te mogen doen. Dat je daar in zo'n donkere ruimte zit en om 2 uur lang heb je alleen die film. Je wordt niet afgeleid, je telefoon is uit, je zit met z'n allen, zit je adembenemend naar dat scherm te kijken. Dus dat vind ik toch wel echt het bijzondere aan de bioscoop en aan film. Ja, kijk, ik wil je natuurlijk wel vragen om met z'n allen naar de bioscoop te gaan en te blijven gaan. En zeker om de grootste en de vetste film van de afgelopen 10 jaar en de komende 10 jaar te gaan kijken, namelijk De Slag om de Schelde. Want film is en blijft natuurlijk magisch. Dus ga met z'n allen en blijf met z'n allen naar de bioscoop gaan.